Worden nu onze stemmen ook opgenomen? Als het goed is wel. Maar de Amerikanen die knallen altijd jonkers. Ademen ze in, dan houden ze het heel lang in hun longen. Ze denken dat het zo moet of zo. Het werkt eigenlijk beter of zo. Als je het langer in je longen hebt. Ja, maar dat zou ik een beetje gewoon cool doen toch of zo. Nee, dat is meer voor kinderen. Jonko. Dat doe ik niet meer. Jonko. Ja, daarom heet het ook Jonko's, weet je wel. Van Jonko. Ja. Nee, dit is echt helemaal niet uit. Dit is echt een hele domme grap. Ja, maar dat is toch leuk. Dat is de kloof. Heb je nu op Engels? Er was toch alleen de ondertiteling. Ja, dat maakte weinig uit. En bij de late screens zag je de schopje. Ja, dat is ja, toch dat leuk. Wel leuk, ja. De Venture. Hier, nu staat er niks. Oh. Alsof die een... ja, oké. <okay. laughs> Nee, maar dat was een andere laatste. Oké, nu kan hij wel 60 fps, maar dan gaat hij waarschijnlijk weer meer ruimte in beslag nemen. Oh, dat is echt zo irritant. Dan ben je gewoon een random cent opnemen en dan pops, 20 gb en dan... Oh. Inderdaad, je kunt niet even. Je kunt niet even eindeloos opnemen of zo. Ja, gewoon. Oh, het staat nog aan. Nee, als het aanstaat, dan is je schijf poef. Ja, maar weet je. Daarom bouw ik ook GameCam weer. Dat was zo fucking chill. Die was sneller dan Fraps. Je games runnen er gewoon fucking snel van nog. En hij compressed tijdens het opnemen al. Gewoon, je kon van tevoren aanklikken precies hoe hoge kwaliteit je wil hebben en zo. Alles, precies resolutie en FPS en zelfs allemaal andere kwaliteitsopties en zo. En dan werd je file wat groter hoe meer je kwaliteit je deed, weet je wel. Maar dan kun je ook gewoon echt, dan heb je voor, weet ik veel, een uur lang heb je een file van 150 MB of zo. Waar is Fraps dan voor... Inderdaad, ja, maar Fraps gebruik ze vooral als benchmarking tool, weet je wel, dat je kunt zien hoe snel je videokaarten. Ja, gewoon om je frames per second te kunnen zien. En dan... Oh. Maar Fraps is gewoon nou de tool om games op te nemen. Ja, maar er komt ook GameCam 2. Kijk, er is maar één GameCam die werkt op Vista en Windows 7. Waarom ben je nou weer helemaal hier? Oh, Nelle. Ja, waarom ben je weer hier? Tja, dat zeg ik. Oh ja. Hij was goed gewerkt. Maar dan gaat hij weer neuken. Nee, nou het ijs een beetje op eind. Oh. Hell yeah. Oh yeah, you want some this? Ja, oh, steek ja. Die shit in fik nu. Nee, dan pak je niet. Oh. Oh. You get some. And die, bitch. Doe je echt niet aan de Jonko's, toch? Wat zei je dan? Oh, dat was alleen maar voor de grap. Wat? Hij vroeg er net nog om. Ja, ik zei... Ja, weet ik, ik luister toch niet naar mij. Hij vroeg of ik het voel had. Je luistert alleen naar honden, hè? Ja, honden. Ja, hij zei, ik luister niet naar mensen, dus ik dat maar. Oh, Suske heeft weer. Oh, kijk, dan is die in één klap. Als je dit in moet spreken, dat is toch best wel grappig of zo? In die studio. In de studio? Ik denk niet dat ze daar gaan zo gaan doen. Allemaal van die, ja, dan moeten, van die mensen die gewoon met een baan bezig zijn. Ja, maar die mensen doen het toch best wel. Wat is teabaggen? Dat is als iemand dood is, dan ga je de bukken. Ja, maar dat komt toch ergens vandaan uit real life? Ja, want je hebt een cup met
met kokend water en dan poef, poef, poef. Wat? En je... Wat een kut met kokend water? Een, Ik dacht een kut met kokend water. Wat? Maar dat, en dan doe je met de bag doe je het ook gewoon net het zo, weet je wel? En hetzelfde is met teabagging. Teabagging? Wist je nou echt niet dat het daar vandaan kwam? Nee. Want ik dacht dat het echt zo'n seksterm was. Dat is mijn derde... Ja, maar jij doet echt een hijs van drie trekken altijd. De laatste keer was dat ik hier was en Geert ook. Toen hadden we ook een jonka en toen zei Geert, lekker gekruid. Dat is echt een goede grap. Dat vind je wel grappig. Dat was dan geen grap van hem ofzo. Nee, hij vond het waarschijnlijk gewoon kruidig smaak. Ja, maar dat gingen we nog heel uitvoerig bespreken. Oh, dat was. Schorpioenen. Het is veel fantasie. Kijk uit, Bobby. Schorpioenen. Bobby. Drugsmangelaars. Hoe kom je dan weer Bobby? Van Kuif. Kuifje kut. Oh, dat haat ik. Kup. Kuif was uit. Ja, kut. Kut. God. Bagging. Every day I'm teabagging. Yeah. Want some of this? Ik moet weer heel irritant spelen omdat ik die jonko kijk dan. Ik heb mijn jonko tussen wijsvinger en middelvinger. We've almost reached the plateau. We'll be able to get our bearings from up there. Zwijg. Ja, hij is gewoon heel boos op iedereen constant, omdat hij zei stil, weet je wel. Iedereen zit met te schreeuwen. Jack, look up there. Nee. Another fire. Oh. Ja, dat is echt leuk. Het geluid zou eigenlijk best wel hard. Heb je geluid ontzettend? Die andere pistool op je dan? Wow. Oh my god. Oh my god. Zij is veel beter. Ze blijft maar Jack zeggen. Dat is fucking irritant. Jack, it's huge. Ready, Jack? Ja, jij had het erover hoeven niet zo op. Jack. Ze blijft maar Jack zeggen. It's huge. Door het vuur, door het vuur. I'll cover you from the back. Oh, I bet you will. Look out! Rain. Yes. Stel je voor dat Mooch dit... Jezus, ik kan nog niet één keer de klep al. Maar... het is wel jammer dat het nacht is. Het zijn... Grab my hand. I'll help you. I'll help? Hoe kan je grap maken? Oh, I'm not even touching it. Maak je grap, man. Thanks. Thanks for looking at your aim. I can usually hit my target. Oh, me too. Yeah. Oh, dat was lachen. Kom op, je wist het gewoon al, anders was het heel... Anders dan moet je heel... Nee, dat is dit. Yeah. Bitch, want some of this? Sorry. The fuck was dat? Oh. Is that bad? Ja. Godver... Oh, ik heb al stil. Ah, kut! Oh, kut. Echt? Echt? Echt?
lachen wij om het best wel begrijpelijke verhaal. Ja, je mist gewoon. Hij zit door de muren! Hij is niet dood. Hij is een omgroeper. Echt irritant dat je dan... Kun je dezelfde speer niet nog een keer? Ja, inderdaad. We staan hier al. Oh, ja, ik wist dat het duur zou. Daar... Eigenlijk, waarom heb ik mijn aansteker nog steeds in de hand van de muis? Maar het lijkt Luiden. Op... Ik heb ook geen crosshair, dus het is bijna gelukt. Kijk, kan je hier tegen? Deze shit. Up there. Look out. Ik ga het niet proberen. It worked. Nee, dit doet het niet. Ik zag een lapje branden. Ja, weet ik maar. Ik... Oh my god. Dit is van je. Hou eens op, jongen. Oh. Wat wij. Oh my god. Oh. Oh my god. Oh my god. Ik vind oh my god eigenlijk altijd heel dom. Waar was dat ook weer? Mijn beer. Oh ja. Ach mijn god. Wat moet ik hier bij? Wat van die kamer? Auw! Hij deed het even. En dit deed het wat ik probeerde. Waarvan ik echt... Ik had echt niet verwacht dat het zou lukken, want ze zijn gespeed. Maar hij doet het niet. Eentje deed het ofzo. Het is heel erg. Het gaat allemaal goed. Dit is een heel onbetrouwbaar energisch apparaat. Ik hoorde die man. Volgens mij hoort die man erbij te zijn. Oh nee. Have you seen Jimmy and the others? No, nothing. They must have landed further down. Well, okay, keep searching. Further down. Ha ha. Hey Jack, gewoon het kijken van. If you want it, just let me know. Ja, echt zo'n drop in. If you want it, just let me know. Hé, dit is een sniper, waarom kan ik dan niet van? Ze blijven ook echt even stil hangen, zodat je dan kan blinken. Ah, precies, je wack. It worked! Let's get out of here. Oh, dat zei ze net ook, bij precies dezelfde. Of bij precies dezelfde, het was iets anders dan ze zei precies dezelfde. Frans of Duits? Frans. Oh, chill. De mensen die hebben gewoon volgende week maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Ik weet niet of nog wat in zit. Jullie, er was ook iemand die had nou na gisteren al 5 examens gehad. Ja, dat is fucking erg, jongen. 5? Ja, die had dan... Oh, kun je even die Grand Prestige doen? Maandag 2, woensdag 2 en dinsdag 1. 6, 6, 2. 2 en 2. Wat is... Hoeveel had ze er al gehad? Oh, 2, 2 en 1. Wat? Ja, 2 en 2 en 2 en dat is dan wel weer 6.